Bij Spectrum. Ik ben Ria Laas. In deze podcast staat de queerervaring centraal en we gaan op zoek naar de lessen en de verhalen erachter. Binnen, buiten, aan de randen of misschien er middenin. Dit is Spectrum. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Spectrum. Uh, eigenlijk de laatste aflevering van het seizoen. Vandaag hebben we een speciale recap-aflevering met Mariam van Dipshouse Podcast. Die zit hier lekker tegenover me. Altijd eerst naast me. voor en nu hier. De... Leuk. Ik heb gewoon mijn producing veto hiervoor gebruikt. <laughs> <Om> gewoon... <laughs> Als we een seizoen 2 willen wil ik gewoon een keertje meepraten, want ik heb zo vaak naast jullie gezeten, klappend, um, Juichend. fingersnapping, <laughs> Juichend. soms ook met een traan. En um, ja, ik ben heel blij dat we dit samen gaan terugblikken op een best wel een speciale en mooie podcastreis. Ja, vind ik ook. We zijn helemaal eens met elkaar. Ja. <laughs> Oh, maar dan, okay. voordat we beginnen, is dit meteen ook een, een call, een een call voor seizoen 2. Ken jij of ben jij iemand die graag te gast wil komen op Spectrum Podcast? Email ons op spectrumpodcast.dipsaus.org of sluit in onze Instagram DM's op spectrum-pot. Weet wel dat we graag voorrang en voor, uh, ruimte geven aan mensen die BPOC-fems zijn... Um, dus if you are white, gay, please, kijk wat verder in je netwerk en stuur die persoon. Ja. Dus dan kunnen we beginnen. En app, app Gerard Darling of zo. Ja. <laughs> <laughs> Me Jezus. <laughs> <laughs> nou, laten we dan meteen beginnen met de Queers uh, We Love. En nou, nu vind ik het leuk dat ik nu een keer ook um, een Queers We Love uh, mag doen. Mag opnoemen. En natuurlijk, iedereen in Spectrum Podcast staat op dit lijstje. Precies. Maar... Om het even naar buiten te zoeken heb ik twee. Um, ja, wel influencers die ik heel erg interessant vind. En dat is namelijk. Uh, ten eerste Natalie Wynn. En dat is uh, van ContraPoints. Dat is een YouTuber. En die is gewoon zo. Die maakt eigenlijk bijna hele films op YouTube. Echt. En um, over. over Um, extremisme, over hoe de recht, rechts denkt over trans mensen... of hoe trans mensen hun identiteit wordt gebruikt tegen... weet je, in, in de rechtse politiek. Maar ook op een hele entertaining manier. En op een manier van, um, ja, door wat interviews te gezien te hebben... dat mensen die eigenlijk een, een rechts gedachtegoed hebben... toch een beetje hate watching it. Maar aan het einde zoiets hebben van... oh, misschien... Is het niet goed dat ik deze mensen haat om geen enkele reden? Of dat ik zo over mensen denk? En dat vind ik zo Ambitious? knap. Ja, maar ik vind dat heel knap. Ja. Want aan de ene kant... Um, je, je, je bereikt naar een publiek en een deel ook je doel... naar een iets rechtvaardiger wereld. En die persoon, hele YouTube-carrière en, en transitie... is gewoon op beeld gewoon mm. terechtgekomen. En uh, die laat ook zien... soms dat gevaren activisten um, Ondergaan om gewoon te zeggen dat je tegen naties bent. <laughs> weet je? Yep. En dat vond ik gewoon heel erg inspirerend. En ja, ik, ik ben een YouTube-lover, ik hou van YouTube. En zij is echt wel een, een voorbeeld van wat het medium kan bieden. Het is ook niet veel filmpjes, één keer per maand, soms minder per maand. Maar echt, het is elke echt zo'n body of work voor ja. activism. Waar ook, waar ik ook merk dat als zij iets neerzet, dat binnen de activisten en queer circles, zeg maar. Um, buzzing. Buzzing, maar ook haar terminologie gebruikt en haar uh, um, frames voor om over bepaalde dingen te praten. Bijvoorbeeld over cancel culture en yeah. het verschil in um, cancelen en iemand uh, uh, dat wij zoiets hebben van oh, iemand. Dus bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld, dat ik me kort kan geven, is: um, mijn YouTube filmpjes hebben geen ondertiteling. Omdat uh, dat kost heel veel werk, uh, meer werk dan eigenlijk de filmpjes zelf maken. En dat zal dus daardoor ben ik niet toegankelijk, maar dat maakt ja. me niet meteen een ableist. En zij heeft heel goed uitgelegd van hoe mensen heel snel, als jij één stap overslaat, meteen abstraheert naar riasis ableist. Terwijl er allerlei andere redenen er, ervoor zijn. Ja, en ja. Ja. zeg je wel wat heel interessant? Want daar struggelen bij dipsaus ook ontzettend uh, ja. veel mee. En uiteindelijk moet je nu een keus maken. Ik denk dat het, hem, het verschil, het een zit, zit, zit. Ik denk dat het verschil het uh, zit in um, dat wij niet het probleem ontkennen. Dat wij ja. niet zeggen nee, uh, nog steeds. dipsaus zou ze super ja. inclusief. Ja. Um, maar. Als onafhankelijke maker, als ja. iemand die, weet je, wij allebei doen alles ja. eigenlijk vanuit ons huis en we doen zoveel mogelijk, ja. um, is het een pijnlijke keuze? maar is het uiteindelijk wel een keuze die we, die we hebben gemaakt. Dus ik kan me herinneren dat ik ben begonnen aan een uh, paar afleveringen van Dipsaus over validisme. Ja. We hebben pro geprobeerd te transcriben. Ja. En een aflevering van anderhalf uur transcriben, en het is. Het is verschrikkelijk en ik praat het ook echt niet goed. Uh, maar ik kon het gewoon niet. Ja. Ik was moe en, ik kon, en, dan, en dan denk ik echt wel aan van ja, nou, iedereen is wel moe. En uh, ja. weet je, denk eens aan de mensen die gewoon heel weinig podcast kunnen luisteren, juist ja. daardoor. Uh, en dat is dan uiteindelijk een pijnlijke keuze. Ja. Um, ja, maar precies daarin legt ze dus ook dat soort. Weet je, het gaat verder dan alleen um, dat stukje. En dat ge maar ze geeft ook een beetje wat ik ook graag vaak wil in. Um, um, de podcast, maar ook in YouTube, is dat ik handvaten geef aan wat je kan doen. Precies. In plaats van alleen te zeggen: het is fout, en die personen zijn fout. En zo denken is fout. Maar dat je ook een alternatief geeft. Dus dat is mijn eerste queer uh, we love. En, en het doet me ook een beetje denken aan, aan jou. Want het is ook wel. Hè, ik heb jou voor het eerst ontmoet, toen jij heel moedig, um, ook eh, ja, toch best wel rechtse mensen, probeerde te informeren en te educaten over. Hmm. Um, over wat racisme nou is en de intersectie ja. tussen queer, homo zijn of ja. queer zijn en, en, en van kleur zijn. En ik denk, ik denk dat ik ook een van de eerste was die tegen je zei: van echt good for you. Het <laughs> is iets dat ik nooit zou doen of zou ja. kunnen. En ik denk dat. Heel cliché van, ja, we hebben alle forces nodig, uh, de zachte krachten en de harde krachten. Maar uh, <laughs> het is wat het is, weet je. En, en als, als um, Nathalie haar, of ik weet niet uh, de juiste ja, haar, uh, haar um, weet je, als het proces van zo'n YouTube-filmpje maken haar ook helpt of verrijkt, ja, yeah. totally go for it. Yeah. Ik zei net gewoon ja ambitieus. <laughs> it, it, it also is <laughs> ambitious. Ja, nee, het is, maar het is ook heel zwaar... omdat je dan echt in die tegen haat aankomt ook, hè? Mm -hmm. Want je, 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 je informeert mensen op een bepaalde manier dat ze niet leuk vinden om te horen, maar daarom denk ik zelf ook met, met Spectrum Podcast als het er niet is komt het er ook nooit kunnen nee, we precies. ook nooit verder voorbij dat ene punt gaan dus ja dat is net Louin van uh, de YouTube channel Contrapoints en dan uh, mijn volgende is uh, Karim uh, Koubajani. Oh you're going out there! Jij ja, ik denkt ik heb tien afleveringen geen cursus <laughs> love. Ja meteen meteen hele lijst. Nee nee nee. Have I got a nee nee Dit nee, is mijn laatste. <laughs> Dit is, um, nee het, ja Karim is een geweldige activist uh, een geweldige iemand die um, Onderzoek doet in de queer nightlife in India ook zijn, ook zijn Instagram zit vol met foto's en ja, gewoon geweldige dingen waar ik denk van uh, zo wil ik zijn als persoon. En uh, ik heb dus ook al een boek van hem besteld, dus dat uh, op mijn lijst van 10.000 boeken die ik nog niet gelezen heb. Maar <laughs> dat it is is. Uh, is. <laughs> ik wil het heel graag lezen, want ik merk ook eigenlijk sinds bijvoorbeeld de vorige aflevering met uh, Wedika en gewoon. De laatste jaar met mijn eigen identiteit als uh, een iemand die deze is en queer. Um, dat het heel fijn is om die zoektocht in queerness in verband met die DC's heel erg weer te onderzoeken. Want uh, voor mijn gevoel, dat het, als het mijn Surinaamse, dat was de blokkade van, ik ben ja, Surinaamse en dat gaat niet verder dan dat. Ja. Weet je, maar het gaat wel verder dan dat. En uh, ja, zulke influencers inspireren me gewoon heel erg. Ja. Mariam, jouw queer, your love. <laughs> ik ben geen queer. Jee, eindelijk. Um, <laughs> Uh, van de Chris We Love is het uh, een persoon die ik al een tijdje ken. Ja. En dat is Mala Malabadi. En ik ken Mala Badi van demonstraties. Um, uh, van ja, yeah, wat zou het zijn geweest? Ik denk nu al bijna drie, drie jaar geleden. Uh, Marokko-demonstraties pro-democratie. Yeah. Uh, er was een gigantische crackdown aan activisten in noord marokko Ja. Yeah. En um, daar ontmoette ik Mala en uiteindelijk, ja, ik weet niet of daar een uh, voor mijn kant misschien wel een vriendschap <laughs> is ontstaan, I don't know. Maar ben ik ontzettend fan van, van Mala. Mala is uit, um, uh, uit Marokko gevlucht, mm -hmm. juist uh, door haar queer identiteit. En what strikes me, uh, dus Mala is een vluchteling, um, what strikt me is, toen zij naar Nederland kwam, hè, dan kan je heel snel gekaapt worden door rechts. Yeah. Want kijk, in de uh, Global South, in Marokko, alles yeah. zo slecht. En en dat hier je een verhaal wordt verkocht van hier kan je vrij zijn. En hier yeah. kan je de vrije homoseksuele persoon zijn, die je yeah. altijd had gewild. En mannen, echt meteen eigenlijk zei. Oh no, I'm way more complicated than that. Because yeah. I'm also trans en I'm also this. And I'm yeah. also I'm and anti -anti en I'm also anti-imperialist, I'm anti-colonial en anti. En de kracht daarvan um, heb ik zoveel bewondering voor. I'm yeah. In awe of um, hoe zij dat doet. En dat doen ze um, dat doen ze mee in een groep. En ja. de uh, the Queer Refugees of Color. Uh, dus die voor de hele corona kwamen die veel uh, bij elkaar in uh, Frankrijk. Dat is zo'n okay. krakers. Uh, ja, in Amsterdam is dat. Ja, yeah, in Amsterdam. En um, de Queer Refugee of Color groep ja. heette het dan Shak. Um, en dus ook een shout-out naar alle geweldige personen die daar uh, actief zijn. Een ja. safe space creëren voor um, queer refugees, voornamelijk of color. We hebben hier in Den Haag ook een paar, um, hoe noem je dat? Crowdfundings gedaan. Om oh, okay, bijvoorbeeld ja. queers, um, uh, voornamelijk queers of color met een refugee uh, status ja. te helpen met het hele verschrikkelijke IND gebeuren. Ja, nee, dat is echt uh, dat is heel ernstig. Uh. Het is verschrikkelijk. En ik, ik zag ook vandaag in de nieuws dat. Um, uh, dat er dus een queer persoon um, uh, het land uit zou worden ge ge gezet omdat uh, die persoon niet queer genoeg zou zijn. Yeah. Uh, dus ja, ik heb daar ontzettend veel, gele veel geleerd. Dus echt de queers, I love alle mensen van, uh, van Shahak. En speciaal daarvoor een shout-out uh, voor, uh, voor Mala. Zo intersectioneel dan dat. Kan, meer dan dat kan gewoon. Um, mijn in, um, in en ook geweldig. Weet je, je mocht ook helemaal meegaan in haar verhaal met haar hamster. Ja. Die ze in, heel liefkozend in het Marokkaanse vaar had genoemd. Gewoon een rat. <laughs> weet je, want. En het is zo herkenbaar. Want elke al, keer als ik tegen mijn moeder zei. Weet je, mijn Marokkaanse ja. ouders van. Ik wil heel graag een hamster zeiden, Waarom wil je een rat in huis? <laughs> weet je wel. Dus ik vind het heel leuk dat Amala een, een hamster in huis neemt. En het dan een rat noemt. Weet je, vaar ja. of muis. Um, uh, dus ja, dus dat is mijn. Uh, Queer We Love. Oh, that's really my queer nou, love. Deze Queers We love zullen natuurlijk ook in de show notes zitten. Dus uh, check them out. Send them some love, some money, some support, some hearts. Yes. Everything. Yes. yes. Nou, we gaan het dus in deze aflevering um, hebben over eigenlijk hoe het was om het Spectrum Podcast om te doen: het proces, het ontstaan, de, de microfoons die niet goed stonden. De <laughs> <laughs> Don't embarrass me. <laughs> Oh, dat was zo gedoe. Oh, goodness ja, dus, gracious. Dus alle inside scoops. Uh. Zeker, ja. But first and foremost, disclaimer: ik kan mijn, het heeft echt nooit bijna gevoeld als werk. Nee, uh, weet oh, je, dus inderdaad. Met name op een maandagmiddag en dan hoor ik eigenlijk heel veel werk te doen. Maar dan ben ik hier twee uurtjes en dan is het gewoon echt helemaal in die bubble of amazing stories en amazing ja. mensen die je hebt uitgenodigd. Uh, maar goed, ja, nee, er zit dus blijkbaar een puntje op een microfoon <laughs> um, en daar moet je in gaan praten. En bij ons, wij hebben hem gewoon... Uh, omgekeerd omgekeerd. Uh, gezet. I'm saying we, uh, I'm not saying me. <laughs> um, maar nee, ik, ben, ik heb, ik, ik heb um, vanuit Dipsaus echt gelobbyd voor, voor een huisstudio uh, juist hierdoor. Ja. En ik wilde het ook zo graag in, in Den Haag doen. Dus dit is mijn eerste eigenlijk echte portable ja, uh, studio. studio, ja. Um, dus daar ben ik ook ontzettend trots op en ja, maar is het is toch... ook gewoon doekers. zo fijn dat je dat we meteen lekker zo, ja, goede kwaliteit kunnen beginnen. Toch de opzet, het doet wat met je zo'n... microfoon ja. Uh, ja. voor je. Dat zagen we ook bij de gasten inderdaad. Ja. Een paar keer te hoog, te laag, Waar in ieder geval, oh, wel de microfoon praten. Dat uh... ja, maar ook de reactie van van een paar gasten die zeiden, oh, wat een mooie microfoon. Dus, ik bedoel, het is ook gewoon leuk als je zo'n ding, weet je, als je zo'n we ding zijn echt twee praten, podcast nerds die de erover. Geilo, de microfoon, is hier. <laughs> Elke keer wanneer ik ze zie, dacht ik... En je wilde ze ook een keertje lenen en je had de swear on. <laughs> je, ik geef ze ook niet zomaar mee. Nee, dat snap ik. Um, maar nee, ik ben, ik ben wel blij dat we gewoon even de tijd nemen nu om, dat, uh, om ja. terug te blikken. Want wat ik wel vaak merk, en vooral content vanuit mensen van kleur... of mensen die gemarginaliseerd zijn, is dat het zo snel moet en verder. En ik denk ja. dat we best wel stil mogen staan bij... dat we best wel iets unieks hebben ja. En neergezet. Ja, zeker. En ik denk een van de... We konden heel veel keuzes maken. En we ja. hebben ook... En ik denk dat ook deze samenwerking met Dipsaus en met mij... Vooral wil ik je daar voor jouw vertrouwen ook ontzettend bedanken. Ja. En ook bedanken voor op het begin jouw terughoudendheid. Van ja, uh, <laughs> ik wilde het wel goed doen. Ja. Maar dat, uh, dat was zo respectvol omgaan met het onderwerp. Met ja. wat je ermee kan doen. En... Ja, dat bevestigde alleen dat ik echt dacht: van, oh ja, yeah, please do this. En ik vind het ook heel tof dat jij zei dat je het wilde doen op Olaves verjaardag. Ja, klopt. En dat is just magical. Ik bedoel, ja, we waren um... zo blij toen, want ja, toen had ik inderdaad al een tijdje nagedacht erover. Toen het eerst um, aan mij gevraagd werd. En het was ook deels ook financieel natuurlijk. Um, en, en ook met mijn ZZP en uh, dat soort allemaal technicalities. Want het was wel zoiets van: ja, ik wil het wel doen, maar dan wel echt op een manier. dat het gewoon past, dat het mijn werk is. En weet je, want ik word hiervoor gevraagd en dat het um, voor mezelf ook. die vertrouwen is heel fijn, maar de, ik ben blij dat, het, dat ik ook zo serieus meteen werd genomen erin. En dacht, wil ik dat ook serieus kunnen aanpakken? Dus ik had er echt over gepeinsd bij andere mensen: van ja, wel of niet, uh, zal ik het wel of niet doen. En um, ik had toevallig daarvoor. Uh, toen woonde ik nog uh, bij mijn huisgenoot. had ik het erover van. Ik wil zo graag iets maken. wat een soort onderwerpen behandelt. maar ook een, een soort intiem uh, uh, um, portret neerzet van mensen. En dan, toen zei ik van ja, dan ga ik het spectrum noemen. omdat dat soort dingen. En toen kwam deze kans. En dacht ik van. Oh, weet je, dit is nu de mogelijkheid om het te doen. Um, want wat ik ook grappig vind is dat. Uh, we hebben voornamelijk meest gasten uit Den Haag en Rotterdam gehad. Ja, ja echt. Ja, en, dat, en dat vind ik... Hè? Anderen kunnen het misschien beschouwen als een soort van bubbel. Maar ik heb zoiets van... Ja, het is een keer niet allemaal Amsterdam-based. En weet je, in de, in de hoogste echelons. En dat we belangrijke mensen... Want dat was ook wat ik wel een beetje de magie vond van Spectrum. Dat ik ook bleef zeggen van... Je hoeft niet een expert te zijn op het gebied. Je hoeft niet ja. dat ik wil gewoon... Jouw verhaal, als je dat goed kan vertellen. En je mag toevallig expert erop zijn, maar laten we gewoon dat onderwerp uitpluizen. En natuurlijk van alles erbij gehaald. <laughs> dat we helemaal off script vaak. Maar dat, dat waren ook van die mooie momenten. Bijvoorbeeld, ik moet heel erg lachen om de aflevering met, uh, met Luke over queer seks. Ik vond dat zo leuk. Ik vond het wel jammer dat we natuurlijk niet tegenover elkaar konden ja, zitten. Ja. Maar ik vond het zo leuk. Want. Um, ja, ik praat heel veel over mijn partner, maar met hem praat ik heel veel nee. over, mijn, over mijn podcast. Hij luistert ook heel erg trouwende naar. En dan geeft hij me altijd van, oh ja, dit vond ik ervan, dat. En dat neem ik altijd mee. En hij zei van, jullie twee zijn echt rambelaars. Ja, <laughs> ja. Jullie blijven maar ja, gewoon off-topic. Jullie hebben het over alles gehad, behalve queer seks. <laughs> maar alles eromheen. Foreplay. <laughs> ja, Vorplay. alles. alles. Ja, dus ik zei tegen Lou van, we gaan het zeker nog elkaar uh, het een keer erover hebben. Maar het mooiste stukje vond ik daaruit was um, dat ik een vraag stelde en dat Lou het antwoordde en toen vroeg Lou ze van heb ik je vraag beantwoord toen zei ik van ik weet niet meer wat mijn vraag was maar het antwoord was prachtig <laughs> Maar dit is echt waarom ik zoveel van podcast hou. Überhaupt ja. als het concept podcast. Hè? Dus er wordt al heel snel... De heel, echt zoveel van wat je wordt aangeboden in Nederland... zijn eigenlijk radioproducten. Ja. Zijn eigenlijk radioprogramma's of debatprogramma's. Ja. Ofzo, weet je? Maar een soort strenge journalistiek gaat Precies, er altijd over. Precies, en overheen. het moet de point. En je moet mijn vraag beantwoorden. Het moet analytisch en et cetera. En wat ik zo fijn vind aan podcast is dat het... Hè, en, en je kan het zo breed of zo klein mogelijk maken als je dat je wilt. Maar... Juist in een podcast, maar ook juist de manier van podcasten. Hè? Ja. En, en, en ook het breken met de traditionele manier van een verhaal vertellen. Ja. if it's chaotic, it's chaotic. Ja, als je het niet kan, ik kan heel veel. Ik heb echt een van mijn favoriete podcasts. Ja. De helft van de tijd weet ik eigenlijk niet zo heel goed waar ze het over hebben. But you were entertained, je hebt er iets van I'm geleerd. Ja, yeah. In yeah. mijn hoofd zijn het mijn vrienden. Ja. Um, <laughs> <laughs> weet je, en dan hoef ik er niet zoveel. Maar ik vind, ik denk dat. Ik denk wat ik persoonlijk zo belangrijk vind. is. dat zij het verhaal vertellen. op hun eigen. op hun eigen uh, manier. manier. Maar ook op hun eigen voorwaarden. Ja. En. Als ik dat kan horen, maakt mij de inhoud eigenlijk heel vaak niet zo heel veel uit. Dus yes, your partner is right. Ja. Weet je wat? <laughs> Maar ik stoorde me niet aan, omdat het toch een verhaal was. Ja. Wat twee personen heel graag wilden delen. En ja. wat ze dus blijkbaar in elkaar oproepen. Ja. Hè, dus wat ik ook heel leuk vond aan... Want heel veel van de mensen die had uitgenodigd, kende je op een bepaalde ja, manier. Sommigen meer dan de anderen. Ja. En in sommige afleveringen, denk ik echt, moest ik wel af en toe intervenen. Volgens ja. mij was het ook vooral over de Queer Nightlife. Dat ik ja. echt dacht van, I don't know what You're talking about. En, <laughs> Helemaal insight. Uh... Dat ik niet zeg ja. van. Oh, oké. Okay, cuz I'm weet je, cuz I've never. Of nou, ik ben wel. Um, ik ben wel naar curry faces gegaan. Maar als je de ins en outs niet weet. Precies. Dus, dus En op de manier dat ik je daarin wilde supporten, sturen en steunen, ja. was niet van leg dit nou uit. Want ja. we snappen het niet. Want dat hoeft absoluut nee. niet van mij. Maar leg het uit voor een queer girl. Ergens in. Drenthe. Groningen, Groningen, Drenthe, ja. Ik zei helemaal Groningen. En explain to her... Yeah. Wat je bedoelt. Ja, um, snap je? En ja. ik denk dat als je het zo benadert en zo uitlegt, um, dat je dan niet zo van leg het uit omdat ja. uh, Pietje. Dit niet nee, begrijpt. precies. Maar wat ik ook daarin had, ik vond het juist heel fijn. Want voor de mensen die het niet weten, maar om ze dan altijd uh, bij de zoom en uh, <laughs> van de zijlijn uh, mee te snappen... en van yes, maar geeft onderbreekt soms ook af en toe of geeft uh, soms wat pointers. En dat is dus heel fijn als iemand die niet. Ja, zoveel podcastervaring heeft of media ervaring. Um, heb je toch een paar, een paar extra ogen erbij. Omdat je moet toch kijken van uiteindelijk wordt dit een body of work, weet je. En um, does it resonate, zeg maar. En nooit heb ik daarin eigenlijk gevoeld van: oh, het moet toegankelijker of breder zijn. Ja. Of weet je, think about the white. Nee, maar eerder van. Um, jij wilt het met een bepaald doel maken en komen we daar, zeg maar? Al misschien Precies. op een beetje sturing. Dat vond ik juist heel waardevol. Nee. Ik vond het juist heel eng. Het, was één app, het waren een paar bijvoorbeeld de online afleveringen. Of um, één keer dat ik hier wel was hè, in onze krakerstudio. Uh, <laughs> Shout out. Den Haag krakers Yes. Dat. Um, dat ik zoiets had van, goh, ik moet mezelf wel echt bij de les houden om, om dat te doen. Dus dat vond ik juist een, een heel waardevol iets. En dat ik niet zelf aan de knopjes hoef te draaien. Dat, ja, <laughs> en jezelf niet keer drie moet horen ja, dus, um, in volume. Er zijn dus heel veel podcastmakers lekker. die denken van, ja, we weten precies ja, wat je, wat je ja, bedoelt. Ja, en ik denk... Kijk, en, en, en wanneer ik dan stuurde, was het niet, denk ik, van... Hè, uh, over intersectioneel gesproken. Mm. En dat is iets waar wij heel kritisch ook zijn... naar yeah. onszelf. Ik bedoel, toen ik jou vroeg om... Uh, om dit te doen... Had jij, ging jij in je gemeenschap vragen... aan de mensen van... vinden jullie het oké okay dat ik dit doe... als yeah. een brown uh, man? Weet yeah. je wel? Uh, en dat vond ik heel sterk. Want ik twijfelde steeds aan mezelf van... oké, okay, ik mag dan wel van kleur zijn... en daar yeah. heel veel van weten. Maar the fact that I'm... Uh, weet je, dat ik mezelf niet zou... omschrijven als queer... Yeah. Um, dat kan ook voor ruis zorgen. Dat kan ja. ook voor een bepaalde onveiligheid zorgen. En ja. ik leg dit nou eens even uit aan de straights. Weet ja. je wel? Ja. Of aan de hetero's. En dat is iets wat ik absoluut niet. De rin wou. Nee, maar de dat, ik wou. denk dat het wel merkte dat Want dat het er is... niet in kwam. Want het is één ding om allemaal van kleur te zijn. Ja. Maar uiteindelijk um, kan ik wel super. Eh, stel je voor voordat ik super problematisch daarin was en dacht zo ja. van hé, voornaamwoorden, waar moet ik daar nou uh, aandacht ja. aan, uh, aan besteden? En, dat is iets. Bijvoorbeeld, ik zou je nooit vragen dat uit te leggen. Ja. Um, dan, dan, ja dan, moet je misschien, dan is spectrum misschien te snel voor de luisteraar. Ja. Um, lees een artikeltje en kom ja. dan. Uh, of een hele goede terug. podcast waar je naar kan luisteren als je erover wilt leren. Echt op, op elementair basisniveau... is de Genderqueers uh, podcast. Ja. Door een, uh, ja, die, uh, hen legt dat heel goed uh, ja. uit of naar jouw YouTube-video's. Of mijn YouTube-video's kan <laughs> ook. Plug jezelf. Plug, ja, ja, ik plug. Plugger de plug, plug. Ja, plugger de plug, plug. Nee, en ik denk dat dat wel. Ik, ik, ja, in. Ik denk dat je dan zo, en dat en dat is niet alleen met podcast zo. En ik denk ook al de, de boeken die wij uit hebben gegeven ja. bij dipsaus bijvoorbeeld was dat ook onze disclaimer en ons startpunt. Ja. Um, we gaan je niet vragen om dingen uit te leggen, maar we gaan je wel sturen en daarin begeleiden en coachen. Ja. En Eigenlijk, en ik moest daar een beetje aan denken. Je moet eigenlijk een beetje denken aan de, de, de witte collega's. die, die hè, zo fijn al die sociale contacten via hun werk. want iedereen steunt elkaar. en mm -hmm. even kort door de bocht. Nee, ja. hè? En dat is wat ik ook wil voor onze gemeenschap. waarin ja. we creatief kunnen worden uitgedaagd. omdat we weten dat de basis goed zit. Ja, precies. Dus ik vind het heel belangrijk om jou daar ook wel. Uh, misschien soms streng in te zijn. Ja. Of, maar, maar um, zo ervaar je dat helemaal niet. maar dat ik daar wel in in ga sturen, omdat ja. ik gewoon wil dat jouw podcast en jouw, weet je, podcast ja. skills gewoon gaan groeien ja. en creatiever. Dus daarom zal ik, ik had eigenlijk na drie afleveringen het best wel aan je kut <laughs> het is een knopje indrukken en ja. je lult en je ja. zet het uh, um, online. Maar ik dacht, nee, van ik wil erbij zijn, omdat ja. er nog elke keer zoveel te leren valt ja. uit elk gesprek. Ja. En ja, um, yeah. so thank you for allowing that. And I'm very happy you're here. <laughs> Nou, dan nemen we even een break en dan komen we zo terug. Yes. Nou, ja, daar zijn we weer. En we waren net een query love. Uh, vergeten yeah! te mentionen. Yeah, ja, echt. How could we? Echt how verschrikkelijk. could we? We zijn cancelled, Mariam. We moeten uh, ophouden. We well, <laughs> waren niet heel aardig voor jouw naam. Oké, okay, nee, maar dus... dat, dat is vergeven. Dat is al achter de scenes <laughs> uitgesproken. Nee, kleine vrijdag. Kleine vrijdag. Een shout-out naar jullie, echt. echt. Mario en ik smullen, smullen <laughs> elke en gillen soms van. Ah! Ja, oh, ja. Oh, oh, oh. oh, 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 oh I know what They release okay. Ja, maar nee, het is echt. Uh, het, ik had dat ook in een bericht naar gestuurd. Het is zo goed dat we dat nu in de Nederlandse podcast zien hebben. Heerlijk. No, duh, echt Maar het is ook fijn want wat ik er heel erg fijn ook aan vond is dat ik, hè, omdat ik in Den Haag en Rotterdam bezig ben. De, de insights van Amsterdam. Want bij Amsterdam heb je vaak zo'n groot abstract beeld van, oh ja, dat is de gay ja. capital, whatever. Is het, is het eigenlijk niet meer. Sorry, maar. Nee, nee, nee. We hebben misschien nog, we hebben nog wat leuks gepland... voor de luisteraars, dat kleine vrijdag. I said, do you to fight me? <laughs> no, nee, 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 nee. nee. <laughs> en nu stoppen, nee. Oh, shut oh, I said, do you to fight me? Nee, 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 we wanna gaan niet vechten. Nee. Alleen queer love. Queers we love, Mariam. O ja, o ja, o ja. Nee, maar het is, nee, het is echt superleuk. Maar ook wat me heel erg schrok door naar de afleveringen te luisteren... ze hebben heel vaak over berichtgeving over queer bashing en mensen die ermee te maken hebben gehad. En als je daar niet zo diep in een bepaalde communities zit... dan hoor je dat niet en denk je, in Nederland komt dat niet voor. Maar hebben meerdere episodes hebben ze verteld... over mensen die met geweld te maken hebben ja. gehad. En specifiek de queer people die met geweld... en denken van, damn, weet je, het is echt gewoon nog aanwezig. En juist is het goed om dan te weten wat... Soms juist, denk ik, het goed om het over hele lokale dingen te hebben... Want dat hebben we in Den Haag en in Rotterdam ook, omdat dan kom je er meer en dan kan je echt meer van elkaar leren dan dat Precies, wat, zoals wat je eerder vertelde dat journalistiek dat het breed moet zijn en iedereen moet kunnen yeah. identifieren. maar ik vind het juist twee kanten van het twee ja nee dat soort bullshit nee maar dat het juist is lekker van schuren dat is ook <laughs> altijd <hè>. super <laughs> nederlands super irritant ja het moet wel even lekker lekker schuren want anders gaan mensen er niet uh, naar kijken en lekker voor en tegen en ja. lekker kibbelen nee absoluut, nee absoluut no, niet no. nee maar daarom want ik vind het juist leuk om te weten dat weet je dat in rotterdam de Collective er is ik vind het yeah. leuk Leuk om te weten dat in Den Haag we hier en daar strubbelen op bepaalde zaken, maar wel er voor elkaar zijn. Of dat in Amsterdam, weet je, netwerken zijn die elkaar supporten, zoals uh, in het Frankrijk en hak Want juist door dat zie je de grotere thema van we're all in this, weet je, ja, we're all precies, in this. In en als je het zo super algemeen houdt, dan is die afstand ook zo groot. En dat, dat, dat you don't care about ja. uh, weet je, the small stuff. En ik vind het dus juist belangrijk. Dus echt super shout out naar Kleine Vrijdag. Ja. Mensen, zoek ze op. Uh, nee. Luister naar Abonneer ze. Alles. Abonneer. Abonneer. Zend ze wat liefde. Echt, ik zie zoveel leuke dingen ja. met deze twee gebeuren. En uh, ja, nee, ze komen zeker een keer te gast in het ja. tweede seizoen van Spectrum. En wij willen natuurlijk weten: zijn zij de Reed van Nederland? Ja, zijn zij de Reed van de Nederland? En? Gaan we de vraag stellen als ze toch luisteren? Denk je dat ze luisteren? Ik weet niet of ze luisteren. Maar... Oké, okay, I'm gonna do it. Uh-oh. Uh, Mario, gonna do Mario it. van Dipsaus, hè? Spectrum staat maar hier <laughs> buiten. Distancieer <laughs> je. It don't matter. Mensen hebben dat wel vaker gedaan. Maar goed, Riaz en ik zijn fan van The Read. Ja. We bespreken dus ook wel eens listener letters. Ja. Want wij vinden ons ook heel wijs om dat te kunnen beantwoorden. <laughs> <laughs> uh, maar er was dus ooit een listener letter, waarin. <laughs> In The Read... In The Read, waarin uh, uh, iemand vroeg van... Oké, okay, ik heb een, uh, uh, een vriend van mij, die maakt een podcast. En die begint ook met een beetje van... Um uh, bottoms, bottom, uh, weet je, uh, celebrity news, yeah. uh, big bottoms. Dus eigenlijk bottoms. een beetje het format die de read uh, ook heeft. Ja, precies. So, en, en, dan, en dan begint Kit Fury altijd met... Let's begin with some celebrity news, big bottoms and the struggle. Hot tops and little bottoms. Weet yeah. je, dat soort dingen. En dat doen ze dus ook een klein beetje bij Kleine Vrijdag. Ja, maar of dan die specifieke listener dus letters over... Want precies listening... een week daarna kwamen we achter Kleine Vrijdag. Precies. Dus we want answers. We, we kind of do need answers. <laughs> misschien was dit heel insiderig, podcast, maar misschien dirtyest, was het, dus? maar Nee, Maar misschien was het gewoon ook toevallig. Ik denk echt wel toevallig. Ik want, denk het ook. Want ik bedoel, in Amerika, hoeveel queer, black... Weet je, het, ik denk ook het podcastformat is best een links en... Niet in Nederland, maar best, in Nederland, maar internationaal best ja. een heel um, diversus. Dat er zoiets als de Reed komt. Weet je, de Reed heeft niet een patent op hun nee. dat, dat zij het alleen daarover mogen hebben. Dus, uh, maar het was gewoon heel grappig en toevallig. Ja, en ja. um, we. Dus Mariam heeft een vraag gesteld, niet ik. Dus uh, als je er luistert, wordt boos op dipsaus. <laughs> I totally own it. Nee, maar dus al en al was het zo. I'm still happy there. Ik ben super blij. Ik bedoel, het is ja. super verfrissend. Vooral voor, zeg maar, ik zit al, hè, hoe lang draai ik mee in de Nederlandse podcastlandschap? Uh, en, en dat is vier jaar. En ik, had, en ik kies gewoon wat ik doe. Dus ja. uiteindelijk heb ik um, hè, ben ik een uh, ZZP'er in die zin. Dus dan ja. kan mij gevraagd worden om buiten dipsaus om. Um, podcast te gaan produceren. En dan ja. Ja, ik doe dat echt alleen voor, ja, voor mensen van kleur of voor vrouwen. Ja. Um, en het is heel vaak dus, ik heb bijvoorbeeld voor Woman Inc. Um, alweer een tijdje geleden wat gedaan. Um, Mayra Louise podcast mm. over Body Positivity. Dat zijn dus de dingen die ik kies. Ik bedoel, je had. En het is nog steeds heel wit en man. Ik kijk ja. naar onze partners bij Dag en Nacht Media. Ja. Um, ik heb ervoor gekozen om dit niet met hen te doen. Ja. Zodat we gewoon met z'n tweeën als twee. Um, ja, ja, individuele makers, individuele ja. makers om dit te doen. Um, maar ook omdat ik weet, en dag en nacht de media, ondanks dat ze onze partner zijn, weet ik van. Dit zijn, het is niet echt een um, inclusief scala aan podcasts die zij ja. produceren, um, wil ik daar verandering in brengen? Nee. Um, ik vind dat de, die verantwoordelijkheid ligt bij hen. Ja. Um, wat ik belangrijk vind van mijzelf is dat ik dat dus zelf hier en daar onafhankelijk doe. Ja. Um, want het, we hadden het eerder over die ruis. Dan krijg je ja. weer de ruis van een hele witte team die ja. je gaat proberen te sturen. En dan ben ik eigenlijk de hele tijd aan het verdedigen waarom ik vind dat het zo moet. Ja. Um, dus ja, nee, de kleine vrijdag, daar ben ik echt ontzettend heel heel heel, heel blij mee. En misschien nog één luistertip. Ik luister heel veel podcasts Ja, dat weten we, Marion van Lieve de podcast. Mensen. En dat is Busy Being Black. Oh ja. Um, ja. En Busy Being Black is een, um, eigenlijk een soort van, ja, spectrum ook. Ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Want ze hebben nu zo'n Europees project, Ja, ze uh, hebben toch? nu een Europees project, ja klopt, waarin um, de... de en, oh... Ik ben even zijn naam kwijt, maar de presentator zo'n groeiden stem. And we're gonna explore solidarity between the queer community and the coronavirus in Europe. So it's amazing. Um, Olave had, um, um, had ook echt een hele mooie aflevering daar. De laatste aflevering is ook ontzettend mooi, waarin het gaat over um, uh, ongedocumenteerd zijn. Uh, coronacrisis, een ziek worden, ja. solidarity. Um, ik heb de aflevering twee keer geluisterd. Zo so, oh, ga ik ook in de. Show oh nee, note. show notes. Ja, yeah. yeah. ah, yeah, <laughs> jij zegt wel altijd dat jij de show notes zegt, maar. <laughs> I'm the one who uploads it, yes. <laughs> <laughs> ja, dat doet, dat doet Maria altijd. We, we zetten het in de show We note. zetten dat, het in de uh, show notes. Nee, ik denk, ja, podcast. Ik heb eigenlijk, het grappige was, voor de, uh, voordat ik DipSaus leerde kennen. Eigenlijk was vroeger eerst de DipSaus de enige podcast die ik luisterde, omdat in het medium komen, en ik denk dat met meerdere dingen dat wel zo is. Als je gewoon geen, geen herkenning of echt plezier eruit Precies, haalt, dan wil je niet luisteren. Want het eerste wat ik kon herinneren, voordat ik dit zou luisteren, toen, toen was het op spotify nou podcast. En er was er wel een tje die ik heel erg leuk vond. Daar kan ik naam van herinneren. Maar ik bleef niet terugkomen. En eigenlijk niet de kracht van het medium. Maar als je daar gaat zoeken, allemaal witte mensen. Allemaal van welkom bij weer een aflevering van. Praat over niks en vandaag met onze <laughs> oh, gast wow, hebben we het over een onderwerp waar we veelste elitaire taal gebruik, ja. bij gebruiken. Ja, uh, uh. Welkom, support. Ja. Nee, weet je dat? Denk je van wat saai, wat saai, wat saai. Precies. Kijk, en soms baal ik dat ik een maker ben, weet je wel, want ik ben eigenlijk. Ik haal van, van podcast consumeren. Dus ik baal er ja. bijvoorbeeld van dat ik niet degene ben die thuis verrast wordt door een spectrum aflevering. Ja. Of verrast wordt door... Een yeah. <laughs> uh, dus ik ben heel blij dat er zo... Zeg maar, dat er meer, ik zie dat absoluut niet als concurrentie. Nee, absoluut nee. niet. Ik ben zo blij als er alleen meer, 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 meer komt. Maar ja. uiteindelijk kan ik me ook herinneren dat ik als grootste tip aan jou heb gegeven van... Als een schrijver zeg je van je moet veel lezen om goed te kunnen schrijven. Ja, en, en tegen jou heb ik gezegd: je moet veel luisteren om te weten. Dus kreeg ik ook meteen uh, tien podcasts mee om te luisteren. Ja, ik heb, ik heb je wel de ijswerk gegeven. Ja. En, maar, is, maar snap je ja. hoe leuk het is ja. als we dezelfde aflevering hebben geluisterd en hier binnenlopen en. Heb ja. je dat gehoord ja, en heb je ja, dat ja, geluisterd? Ja, ja, precies. En ik denk dat daar ook het kracht, weet je, vooral nu met coronatijd zijn is er zo boom aan podcasts ja. uh, gekomen. Dus dan is het gewoon goed als die diversiteit er ook is. Want zelf heb ik me vroeger met films gehad en met series en dat. Omdat het, zo, uh, omdat het zo wit is. En ja. heteronormatief. Dan, dan, en, en het in, dan een soort van de realiteit moet depikten waar ik me niet in kan herkennen. Kijk, want. Ik hou, ik hou bijvoorbeeld. Ik, ik vind het leuk om te zien wat er allemaal in een podcastlandschap is, hè, bijvoorbeeld. En wij hebben bij DipSaus bijvoorbeeld een keertje gedaan dat we elke week met Manju... Shout out, Manju. Manju is also a queer we love. Manju hey. Rijmer. Um, uh, gingen wij elke week een aflevering van Game of Thrones uh, bespreken. Ah. En je kan zeggen, ja, maar elke podcast heet dat. Ja, maar niet vanuit de perspectief van drie mensen van kleur. Ja. Um, die echt weet je die de hele tijd zagen van ja nee hoe how they treated Missand Missandei are cis? no <laughs> no 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 weet je Greymore was oversexualized snap dat is ja. een heel ander gesprek dan dat Ellen lange over de hele tijd Daenerys nee Daenerys is een white savior lady <laughs> and uh, we ik, like her ik zit hier ja te knikken maar ik heb nooit Game of Thrones gekeken What? nee no I okay. can't. no but you're right it's very problematic it's no maar het is niet zozeer wat problematic is maar het is gewoon ja Kijk, ik, ik, dat, ik, ik heb, kom natuurlijk ook een keer langs bij een aflevering van Dipsaus. En ik hoor iedereen dan altijd praten over, en over series en ja. over films die ze gekeken hebben. Boeken die ze gelezen hebben. En um, je had me gevraagd om bijvoorbeeld na te denken over de BBB's mm -hmm. die aankomen. En ik was like dus dacht ik: Oké, okay, wat is het most queer? zeg maar ik, wat heb ik laatst lopen kijk Alleen anime. En <laughs> <laughs> dat is ja, ik hou gewoon heel erg daarvan. En um, de B van anime, <laughs> ja, maar het is toch een binge? <laughs> ja, <laughs> ik heb wel bodily fluid uh, weer voor Lovely. de volgende. Maar Dat, dat is nog een verrassing. Dan moet Hebben je, je naar... de laatste aflevering met ja. Olavo. Van, daarom, uh, daarom, uh, spare my <laughs> We digress. Uh, uh, ja, <laughs> en don't send dick pics. <laughs> no. No. <laughs> maar goed, ja, het is wel... En ja, je hebt gelijk, we hebben het in dipsaus ook heel veel over. Omdat, omdat wij gewoon wel met z'n drie wel heel veel... Ja. Ja, best wel daarin consumeren. Uh, maar uiteindelijk vinden wij het heel leuk om bijvoorbeeld... een aflevering met, shout-out weer Queer We Love... Damani Leidsman, om het ja. te hebben over I May Destroy You. Ja. Waarin, um, het is een, heel hef, een hele heftige serie... maar ook wel een serie wat belangrijk is dat wij het bespreken. Ja, yeah, um, precies. En, en dat hoeft niet voor... En nogmaals, ja. het hoeft niet voor iedereen precies. te zijn. En if you want to skip it, that's ja. fine. En in de volgende aflevering van Dipsaus hebben we het wel weer over iets anders. Ja. We hebben nu een aflevering gemaakt over gentrification. And maybe that's more for you ja. dan... tien minuten luisteren naar vier vrouwen... die het hebben over ejaculation. Zo <laughs> dus, je dus dan elke keer... Wij zijn als beings zijn wij divers. En dat ja. mag je zien in een programma. Dat mag je ook zien. Dus daarom dat... Dat bijvoorbeeld in Spectrum de, de gesprekken soms verschilden van elkaar. Ja. Van mij hoeft dat niet elke keer hetzelfde te zijn. Omdat dat nou eenmaal het formaat ja, is. Ja, nee, nee, ik geloof nee, daar precies. absoluut niet in. En ook wat ik ook wilde terugblikken met jou is over bijvoorbeeld het, uh, het bereik. I know you, was, you were supposed to ask nee, me said, that question. I was supposed to I ask you ben that. Een doorgewinterde <laughs> podcaster, so I'm gonna ask myself the question. <laughs> nee, nee, maar ja, yeah, het is, is wel... Wij hebben als, bijvoorbeeld hè, met de dingen die wij doen, bepalen wij van, oké, okay, wat is ons doel en wat willen we? Ja. En ik weet dat wij eigenlijk heel snel de kwamen van, het is er niet en we willen het maken. Ja. Um, maar heb jij wel het gevoel dat je na twaalf afleveringen, we zouden er maar tien maken. Ja, <laughs> we zijn nu twaalf <laughs> met twee specials erbij. En er komt nog een special aan, de Read My World. Uh, ja, ik ja. heb de documenten eindelijk binnengekregen. Yeah, dus ik kan eigenlijk de aflevering um, Heb jij Heb jij bereikt wat je wilde bereiken? Oeh, heb ik bereikt wat ik wilde bereiken? Ja, ja, ja. Ik, kijk, ik zie media en making media, um, zie ik als een soort van archief dat je aanlegt. Ja. waar je op door kan werken. Dus dat je zeg maar een soort van bodem neerlegt. Waardoor de gesprekken verder kunnen gaan. Van, ja, van, yeah, wat is nou queer? Weet je, dat je. <laughs> ja. <laughs> <a joke>. ja. <laughs> wat is nou queer? Wat is Weet je, dat nou? Ben je nou well, homo? Ja. En wat is nou een LHB? Nee, dat <laughs> gewoon voorbij die basic topics gaat. En ik heb het gevoel dat uh, het eerste seizoen. Dus het gaat, moet behoorlijk aan de werk voor het tweede seizoen. Maar echt. Um, we hebben echt wat neergelegd. We hebben echt een. Onderwerpen, diverse mensen, diverse onderwerpen, diverse invalshoeken, uh, diverse leeftijden. En, en zo intersectioneel dingen meegenomen. Um, en dat niet allemaal vanuit trauma-related is, Precies. zeg maar. Maar echt gewoon van: Weet je, dit is die diversiteit. En de schoonheid en de pracht van in de queer community. En um, ja, dat vind, dat vind ik. Voor mij heb ik dat wel bereikt. Vooral met dat eerste seizoen zo kunnen neerleggen van. Dit is het. En het is veel meer, want hè, dit is nog een beetje in de bubbel van Den Haag en, en Rotterdam en een klein beetje omstreken. Maar ik kan niet wachten tot ik andere mensen spreek. die ik misschien nog nooit ontmoet heb. waar gewoon, yeah. echt, iets, um, gewoon echt iets kunnen neerzetten. Dus daarom ja, ik, ik, ik zie dat als iets archival's. En daar ben ik eigenlijk dus, dus dat heb ik wel bereikt. Want nu, als we praten over non-binair of we praten over biseksualiteit. daar hebben we het al een keer over gehad. Dus het volgende gesprek kan zich misschien een stukje verder ja. daarop bouwen. Of de persoon die komt, die heeft misschien het gevoel dat hij niet dat eerst hoeft uit te leggen. Maar kunnen we het nog verder nemen? Nog intersectioneler, nog dieper in um, de onderwerpen. En niet meer telkens vanaf die basis moeten beginnen. En als het weer een keer voorkomt dat we wel vanaf de basis beginnen, dat is prima. Maar het voegt toe aan our queer voices. Precies, die normaliter, hè, want dat is ook. En dat is geen shade naar mensen die heel actief zijn op uh, social media. Maar voor mij, activisme is ook zorgen dat, dat wat je doet, dat het ook behouden blijft. Ja. Dat, dat, het, dat het weer tastbaar is en dat je het vanuit daar door kan gaan. En social media kan een goed gevoel geven in activisme. Maar en soms is het heel goed dat de mensen die blijven reappen en dat blijven doen. Alleen weet je, if you're gone, then that account is also gone. Maybe your work is not gone. Maar het maar is, is gone. En terwijl dit heb ik het gevoel, net zoals met. Weet je, muziek dat uitgebracht is, films die uitgebracht zijn. If I'm gone, er kan altijd teruggegrepen hier yeah, worden. En dat exactly. is een beetje wat ik probeer te bereiken. Is dat, uh, kijk natuurlijk, als er niks geen aandacht aan wordt gestoken, dan verdwijnt het ook in obscurity. Maar weet je, het staat wel op Spotify, het staat op Apple Podcasts. Yeah. Het, is, het is te vinden, het is terug te pakken. Het kan als argument ergens gebruikt worden. En dat doe ik dus ook met de YouTube, probeer ik dat heel erg te doen. Want... Weet je, als je gewoon intypt queer Nederland of queer Holland of queer whatever of al die onderwerpen, ja, je vindt er bijna niks over. En nu, als je queer intypt of iets in die richting, popt er nu iets op, ja, zeg maar. En onder andere spectrum. Ja, de, onder andere ja. spectrum. En dat is dus wel voor mijn gevoel wat ik ermee bereikte. Maar ook dat mensen, hoop ik, en ik, dat, dat heb ik niet eigenlijk alle uh, gasten persoonlijk gevraagd, maar weet je, dat, dat hun voice ook. Yeah. Gebroadcast wordt. En um, ja, dat gewoon een heel belangrijk iets is. En that they matter. Weet je, we yeah. matter, they matter. En uh, ja, ik word er een beetje emotioneel van oh, werking. <laughs> ja, nee, maar het is echt. Um, dit heb ik nooit gehad als kind. En ik hoop gewoon echt dat dat. Ik heb laatst, had laatst ik een bericht van wat jongere luisteraars die zeiden dat ze heel blij mee waren. En toen ik zestien was, had ik dit niet. Weet ja, je? Dus ja, ik ja. zit hier echt te janken oh, nu. Maar schat, ja. dit, is, dit is wat ik wil. Ja. Dit wou ik voor mijn queer kid. Dit wou ook voor. Um, um, het is gewoon heel belangrijk. <laughs> Sorry. Nee, geeft helemaal niet. En ik hoor ontzettend wat je, wat je, wat je zegt. Weet je wel, hoe, hoe graag hadden we dit gewild als. Weet je, wij moesten gewoon ja. wel onze generatie. Om, ja, we had tough teenage lives. Yeah. Uh, weet je wel. En als het gaat om. En dan is het een. Eh, en we hebben nooit. In ieder geval, ik heb niet het idee dat we in een in, in spectrum een soort van de Olympics hebben moeten spelen. Maar het waren allemaal best wel leeftijdsgenoten. En ja, ja. ga maar als brown kid opgroeien post-9-11. En ja, be queer. En be queer. En. En be. Insecure en, en, en gewoon geen amper internet hebben. Ja, ja. Myspace, maar hoeveel <laughs> was En Partypeeps, maar hoeveel was het daar? Dus ja. ik denk dat. Hè, en, en dat is ook iets met wat, waar ik het met jou vaak over heb gehad. Van oké, okay, we hebben hier geen mediacircus omheen ja. um, gebouwd. En dat hebben wij ook allebei bewust gedaan, omdat ja. wij gewoon in de veiligheid van. Um, ja, toch wel zoiets belangrijks neerzetten. toch ja. wel gewoon dat wilden doen. En uiteindelijk. Hebben wij zit spectrum in de top 10 podcasts in de week? Nee. nee. Um, gaat het het halen? I don't think so. Weet je, want we zijn ja. gewoon geen NRC-podcast waarin wij de meerderheid van de Nederlandse bevolking aan het pleasen zijn. Ja. Maar hebben wij, wat jij zegt, gewoon kids van 16 bereikt? Ja, ja weet je wel. En, dat is... en als je dat voor oog hebt en als je dat als ja. doel hebt. En ik weet dat dat weer hè, terug naar, kijkend naar het traditioneel medialandschap. Is zou, zouden zeggen van nou, mm, waarom hebben jullie niet overal, uh, overal gestaan? Maar zonder enige push van media heb ik gewoon mensen echt random op mijn tijdlijn op één spectrum zien. Uh, ja, nee, maar ik het grappig dat je ook van die mailtjes kreeg dat ze dan ons die konden vinden en dat ze dan ook iets over spectrum toch wouden zeggen. Van kan je ja. dat doorgeven? Ja, kan je ja, echt. Ja. Ja, er was een, was, uh, was een persoon die mailde van uh, Hey, kan je even aan Ria's doorgeven? <laughs> dat ik dit echt een geweldige, geweldige podcast vind. Ja, en, en ik bedoel, dat hebben we gewoon eventjes met z'n twee gedaan. Ja, hè? gewoon even. Gewoon even. <laughs> <laughs> ja, en, en, om, ja, en dit is, het staat er, het is ja. gearchiveerd op het ja. internet ergens. En who knows what they're going to listen to in 20 years. Ja. Weet je wel, ik bedoel. Een van de meest belangrijkste boeken voor mij is nog steeds Kaleidoscopische visie, waarin allemaal, weet je, waar onder andere professor Filomena Esset, Gloria ja. Wekker in hebben gestaan en dat komt uit de jaren negentig, ja. Hebben zij derde druk gehaald? No, but do I still have the book? En is het nog ja. steeds belangrijk werk? Ja. Dus ik denk dat juist voor gemarginaliseerde groepen um, hebben wij gewoon een andere definitie van succes. Ja. En ons succes is... Gewoon being. being, dat, being dat we er mogen zijn, dat we het ja. kunnen neerzetten. En, en om wel te zijn... Kijk, ik heb, ik heb het je gevraagd, omdat... En wij, heb, wij konden jou niet... Wij wilden je heel graag betalen voor het werk dat je deed. En ja. um, we want to pay ourselves for the work that ja. we, like. we Weet je? Ja. Um, maar wij zitten gewoon niet in die situatie. Nee. En dat jij wel zei van... Kunnen we dan op zijn minst onze gasten een cadeaubon geven? Ja, ja weet je? En als... Ik kan me gewoon niet voorstellen om met iemand te werken die zou zeggen, fuck de gasten, ik kan het wel in mijn eigen zakken. Uh, ja. Snap je? En daar hebben wij gewoon plek voor gemaakt. En wij vonden dat belangrijk. Ja. Omdat juist je verhaal delen gewoon. Je vraagt iemand om hier naartoe te komen. Ja, om open te zijn, kwetsbaar verhaal te Om Open te, te delen. zijn, kwetsbaar verhaal te delen. Um, also explaining stuff sometimes. En ja, en um, ja, nee, ik vond het wel heel mooi dat jij dan zei: van laten we dan op zijn minst, kunnen we dan ja. iets voor onze gasten betekenen. Ja. En um, ja, ik vond dat wel echt heel, heel mooi. Ja. Zo. So... <laughs> Zit er gewoon bij in je stralen? Ja, nee, ik ben gewoon echt. Maar dit is, dit is eigenlijk een beetje waar ik. Hè, en dan moet ik dan ook een beetje aan, aan mezelf denken. toen ik jong was en solliciteerde om iets in de media te doen. en ja. het lukte niet. en ik werd maar nieuw aangenomen. Ja. en dat je het op een gegeven moment die droom opgeeft. Ja. En denk, nou dan blijf ik maar maatschappelijk werk. En dat vond ja. ik ook wel belangrijk werk, maar daar zat mijn passie niet in. Ja. Snap je? Daar zat niet mijn. Nee, maar daar zit. Maar het nu... is hier. Ja, maar daar zit ik nu eigenlijk precies in. in dat. Want um, ik heb nu hartstikke leuk werk, uitdagend werk. Um, ik ben dus uh, nou, heel passend een queer-emancipatiewerker in uh, Den Haag. <laughs> <laughs> en... Surprise! <A> surprise, ja. Yeah. En. <laughs> um... you were an accountant. Nou, nou. No, no, no. <laughs> Um, I hire an accountant. <laughs> nee, 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 nee. That's a joke. I'm not that rich. Maar <laughs> waar, waar het gewoon is, is dat, weet je, dat ik heel leuk werk. En in dat maatschappelijke werk inderdaad. En waar ik nu mijn richting in vind. Maar eigenlijk kom ik telkens terug bij Spectrum als ik dat moet doen. Dat schuif ik altijd daarvoor. Dat doe ik yeah. eerst. Oh, yeah, yeah, yeah. Of met mijn YouTube bezig zijn in media. En uh, ik had ook een tijdje maar aangemeld voor de BNN Vara Academy. Yeah. En dat had ik dat hele flitsende filmpje laten zien, helemaal weken aangewerkt, exact. om het uiteindelijk te horen dat je dan niet wordt aangenomen. En toen was ik zo iets van ergens was ik blij omdat ik altijd tijd had, want ik had het heel erg druk uh, yeah, op Ja, Maar het is altijd een domper. Maar het is altijd een dom dat je denkt van. Maar zelfs met al deze skills en al deze dingen, wat, oh. wat is er dan dat ik weer niet word aangenomen voor zoiets? Yeah. En um, dat je zelden denkt van, nou weet je, ze willen juist diversiteit. Dus laat ik dat in de strijd gooien. Maar dan no, not, dat, even. not, not even. even. En dus ik, voor mij had ik ook een beetje dat opgegeven van, nou het is wel erg, kijk, het is heel erg een droom van mij dat ik verder kom in media, yeah. uh, verhalen maak, gesprekken start, uh, presenteer, dat soort dingen. Dat is echt wel iets wat ik wil. Dus ik stuur het nu even de wereld uh, yes. in. En dat dat mijn beroep wordt. Dat ik echt uh, in een medialandschap uh, ja. terechtkom. Als personen waarvoor ik sta. En de mensen waarvoor ik sta. Ja, en, en dat het altijd een, een doel mag hebben. En dat het niet objectieve geneuzel is. Dat, dat, nee. dat wil ik niet. Um, en dat had ik een beetje opgegeven nadat ik dacht: van nou dat is ik ook altijd een beetje aan de randen van iets blijven. Ja. Maar ja, toen zag ik de opkomst van omroep zwart en, en de beweging. En Precies. een soort van erkenning van: ja, maar deze systemen zijn al tegen ons. Dus laat je daar niet door kisten. En eigenlijk heeft Spectrum Podcast me wel erg geholpen om te denken van. But I'm least doing this. Weet je, ja, ik, ja, ik, ja. Ik, ik, ik geef niet op, zeg maar. Uh, ja, en ik, en, ik ben, en ik hoop dat ik je nooit de hoop heb gegeven dat het makkelijk zou zijn. Nee, nee, nee. Um, dat zei al vanaf dag één. God, zal we dat editen in het begin? <laughs> ja, dat is de mindere glamorous side uh, van, oh, de, ja, 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 ja. van oh, media. Oh, poor thing. Oh, <laughs> lieve luisteraars, juist eerste edit. En ik had hem al gewaarschuwd van: het gaat één keer gewoon helemaal mis. En dan moet je gewoon helemaal opnieuw beginnen. En het was echt. Gelijk de, eerste. <laughs> gelijk de eerste aflevering al <laughs> ja, het was, en ik voelde echt met de mee, maar also sorry, dit hoort erbij. Je gaat het nog een keer, en je gaat het ook nog een keer kwijtraken en je yeah. gaat cry. Um, maar hè, zo, het duurt zo ontzettend lang en, en ik blijf dan toch wel. De, mijn meest belangrijkste ervaring is dat met Dipsa. we zijn vier jaar verder en we kunnen het nog steeds niet onze eigen baan maken. Snap je dus? Yeah. Het is ontzettend, het is ontzettend moeilijk en it, 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 ik, zeg, ik blijf het ook altijd zeggen. It wasn't made for us. Ja. Yeah. Het um, is, het systeem is er gemaakt om tegenaan te trappen en misschien het beste van te maken. Yeah. Maar het is gewoon niet designed. Voor um, als, dus toen ik als grapje zei van als Ben en Vareen niet aanneemt, is het gewoon racistisch. It's probably racist. It's probably racist. It's probably, racist. It's probably, <laughs> probably racist. <laughs> um, uh, Maar ja, ik hoop toch niet dat je die, die, die droom opgeeft, want je hebt zo'n nee. mooie boodschap en en ik heb je ook altijd verteld van tien afleveringen. They're on Dipsaus. Yeah. Um, if you want to continue with us, we would be honored. Maar yeah. als je het zelf nu wilt, ik wij echt alle traditionele dingen over media van, denk je contract tekenen en nu hoor je yeah, bij ons. Ik bedoel, voefel en dadels zit ook heel veel, heel veel joy in. Maar na yeah. tien afleveringen, soms moet je gewoon dingen loslaten. Yeah. En they are, ze zijn nu met ze vieren en geweldige dingen met ze viertjes aan het yeah. doen. En I'm happy I was there for the first 10 episodes ja. um, dat ze dat konden doen en um, dat we dat ook in Eindhoven konden gaan opnemen ja. omdat ik locality vind ik zo belangrijk daarom vind ik het ook belangrijk om de dips om uh, um, de spectrum <laughs> om oh, um, de spectrum um, in Den Haag te doen zo so, ja. ja maar ik had die lokale verhalen erin ja. want He, inderdaad, dat, dat centrum maar zo groot mogelijk te ja. worden. Weet je, wat voor concessies je uiteindelijk ja. dan allemaal. En, uh, en moet doen. ik hoop wel, om, ja, ik hoop toch wel ook voor, en, maar ik hoorde je al zeggen, weet je, met seizoen 2 om de breedte daarin te gaan. Ja. En misschien juist, weet je, Spectrum on tour te doen. Ja. You can take my baby microphone. <laughs> Als je ooit de microfoon ziet van Mariam, uh, please, dan kom in de buurt. <laughs> <laughs> Anderhalf meter. <laughs> Anderhalf meter, maar dan mag jij met ja. mijn zoom en mijn microfoon, weet je naar ja. De, naar ja maar de, dat 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 is ook ja, nee, sowieso. Ik, ik, ik zie het zo als een meerwaarde om juist samen te werken met, uh, met dipsaus en erbij te blijven. En gewoon kijk ergens, eh, ik ben altijd iemand die heel graag droomt en groot denkt. En um, weet je, als ik dat hoor van we kunnen nog niet onze baan ervan maken, dan denk ik van wat moeten we doen. Om een ja. beetje om, toch op ons, bij onszelf te blijven, maar dat we wel die plaats in mogen nemen. dat, het, ja. dat we er wat meer uit kunnen krijgen. Want het was ook bij de aflevering, de Allereerst allereerste met um, Olave en um, met, met jou ook van, over media maken. Ja. Over van het, dit, vanuit die marges beginnen verdien je gewoon niks. Daar aan. Het is heel moeilijk. Dus we zoeken sponsors. we willen je spectrum sponsor. Ja, ja, met podcasten kan je helaas alleen maar echt of subsidie aanvragen. Dus mm -hmm. dat hebben we een paar keer gedaan bij Dipsaus. Ja. Um, maar ja, daar, is, daar kon, kunnen wij bijvoorbeeld um, ja. deze microfoons van kopen. Ja, en, en een Zoom die dan ja. opneemt. Uh, daar kunnen we dan uh, cadeaukaarten ja, voor kopen. Precies. Reiskostenvergoeding. Maar daar blijft het dan een klein beetje bij. Ja. Of je moet. Gewoon vaste sponsoren hebben voor, ja. uh, voor, je, voor je podcast. Dus wil je vaste sponsor worden van Spectrum Podcast? <laughs> throw some money Ja, yeah, throw some money at us. Want de laatste keer... Ja, wij moeten het nu wel hebben van, van uh, donaties via uh, PayPal mm -hmm. of uh, Patreon. Ja. Ja. Uh, hebben wij Patreon? Nee, jullie hebben nog geen... Nog we niet. Geen, we hebben nog geen Patreon. Nee, maar via PayPal. Ja. Wat ik wel... Ja, we zouden eigenlijk gaan recappen nog. Maar we zitten al aan een uur. Ja, dan gaan we nog wel recappen, toch? Ja? Ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik zit niet te kijken, hij heeft gewoon niet uit. Dus like, ik. wil nog wel hebben over Belinda. Ja. Oh my god. Zullen we anders uh, naar even naar een break gaan dan? Let's go to a break! Oh, let's go yes. to a break. Zullen <laughs> we zo weer terug? <laughs> Marion, we hebben eigenlijk... We zouden deze hele episode recappen. Maar zoals een traditie houden we ons niet aan het uh, script. Precies. The I raised you well. Ja, maar wat is eigenlijk een... Um, ja, welke aflevering, welk gedeelte van de aflevering... is je nou echt heel erg bijgebleven? Luister, we hadden dezelfde. Maar uiteindelijk heb ik maar <laughs> gewoon... Hè, concessies gedaan. Concessies gedaan. As the cis. <laughs> as a cis woman in a relationship with another cis straight man. Um, heb ik... Um, ja, het was geen, het was geen moeilijke... Ja, het was wel moeilijke keuze. Want ik vond ze allemaal gewoon ja. heel erg mooi en geweldig. En ik vond het stiekem ook wel leuk de keer dat ik er niet bij was. om to be a little surprised. Uh, ik vond die bonus ook wel heel leuk. Wat Van uh, Black, uh, Black Pride. Van Black Pride. Oh, dat was zo so, so gezellig. Ja, was so die was echt te gezellig. leuk. Zo um, gezellig. Maar ik ga voor de aflevering met Belinda. Ja. Over gemengde relaties. Want dat is iets waarin ik... Um, en bij mij gaat het om gemengd ook niet alleen maar om, om ras, maar ook mm. om gender. Mm -hmm. Als iemand die niet een relatie heeft gehad met vrouw, maar wel um, intiem is o geweest. Scoop. Met... Oh, oh, a scoop. A scoop! Someone who really, really likes women. Uh, weet je wel, dus uh, ik, ja. heb dat ik heb dat geluisterd naar Belinda als... Um, vanuit gewoon mijn eigen referentiekader. Dus ja. ik vind het al heel ingewikkeld om met een witte man te daten. Ja. Maar wat trekt mij aan vrouwen? Is ja. dat, en ik weet nu gewoon dat het ontzettend esthetisch is. Dus ja. ik vind gewoon. Mannen nooit. Ik vind mannen gewoon niet <laughs> zo heel mooi. <laughs> Sorry. Um, so um, dus ik kan heel erg. En, dus ja, het is grappig. Want met Belinda ging het echt gewoon om van oké, okay, gemengde relaties. Mm. Ik ben een zwarte vrouw. Ja. En ik date een wit meisje ja. eh, of een witte vrouw. En al die gesprekken en discussies, en et cetera. Um, en ik heb bij, met Dipsaus met in. Dat is echt hilarious. Dus ik heb in december had ik een, een, een partner. Dat was een witte ja. man. En dat was een van de eerste serieuze relaties die ik dan überhaupt had met een. met een wit persoon. Weet je. <laughs> gewoon period. En dan ja. niet eens een man, maar gewoon wit, weet je wel. En nou, dat was een heel openhartig gesprek met ja. drie andere vrouwen. die ook witte partners, witte hetero-partners, ja. mannen, he uh, Witte mannen-partners. En. Maak ik het echt een maand later, maar hij was eruit. <laughs> <laughs> dus ik vond het ook wel heel leuk aan Belinda te horen, zeg maar, dat, dat die struggles zijn eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde. En ja. zij zegt eigenlijk heel... Zij zegt van, ja, het verrijkt je ook als persoon, maar uiteindelijk moet je ook gewoon zelf kiezen, wat past er bij mij en moet je je daar niet zo heel rottig over gaan voelen. Ja. Um, if it's not for you, it's not for you. En als het wel is, ja, explore it. Maar... Bij mij heeft het heel vaak ook een loyaliteitskwestie. En, mm. en dat heeft ook... Um, maar ook als je over straat loopt. En dat vertelt Belinda dan heel, ja. heel mooi van... Weet je, dan ben je met een, zo, met een mooie, blonde, witte vrouw... Ja. waarin heel veel hetero-witte mannen denken... hè maar dat zijn onze vrouwen. Ja. Bijna hetzelfde als dat ze een beetje hebben met... Um, een, een zwarte man met een witte vrouw. Ja. Dat de witte mannen daar heel erg, weet je, een soort van... tussen aanhalingstekens oerdrang daarin ja. krijgen van... oh, they're taking our women. Um, dat zij dat ook had. Ja. En bij mij merkte ik dat een beetje andersom. Dat ik een beetje um, toch wel aan mezelf de loyaliteitsvraag had. Maar dat uh, van oh, maar am I am I anti-racist enough, even though I'm sleeping with, a... ja. with the enemy. <laughs> Om mij zo heel gesageerd te zeggen. Maar uiteindelijk um, is dat dus. En, waarin ik, dus ik zit hier en ik luister naar Belinda en ik ja. wil dan heel erg graag zeggen, but this is only for women. Ja. We, we vragen dit niet, we, we, we don't even question the loyalty of, of weet je, of van zwarte mannen wanneer zij met een witte partner zijn. Uh, ja. En dan heb ik het nu specifiek over een zwarte man met een witte vrouw. Ja. Um, dan de, de meerderheid denkt zo van, ja, good for him, weet je, want die zwarte vrouw of bruine vrouw zijn toch lastig en ingewikkeld en ja, emotioneel ja, ja. en heksen en bla bla bla. Terwijl statistisch gezien... Listen, I went through it. Oh, well. I went through it. Ik ging data opzoeken. Dus het blijkt dus dat de meeste um, cis-hetero mannen van kleur... vaker gaan met een ander ras ja. dan vrouwen. Because ik bedoel, sexism. andere, dan, dan andere wit. rassen dan wit. Now, wit is, nee, vrouwen is geen apart ras, toch? Dat zijn het. Oh, sorry. Andere sorry, rassen oh, dan wait, <laughs> vrouwen. No, no, delete this. Delete <laughs> no, no, no. We're keeping <laughs> this in. <laughs> ja, ik bedoel dus... dus het is dus vaker, nou, om het zo te zeggen, uh, mannen daten, hetero mannen ja. deten, zwarte hetero mannen daten vaker buiten hun ras. Ja. Um, dat gebeurt dus minder bij vrouwen van kleur, ja. omdat seksisme, ja. ownership of body, ownership ja. of intimacy... aan die ja. we ons dan tussen aanhalingstekens... wel en niet zouden mogen geven. Dus dat riep de aflevering van Belinda... allemaal in mei mij op in een fase... Jij ja, was ook de hele tijd aan het fingersnappen. Ik like, was, yes! ik was, yes! yes! Want ze, ze, ze had het gewoon zo... Ze, ze had het gewoon... zo goed omschreven. En dit is ook een gevoel dat ik vaak herken... wanneer ik luister naar gesprekken tussen queer mensen. Is dat... de, de hetero's moeten echt gaan realiseren hoe, hoe wij benefitten van de strijd die daar geleverd wordt. Ja. Um, dus als het gaat, he, vrouwen, cisvrouwen, heel veel vrijheden hebben, hebben wij omdat transvrouwen went on the street. Ja. En dat is ook een gevoel dat het bij mij uh, opriep. opriep. Dus laten we hier even luisteren naar uh, een, stukje, naar, een, van een stukje van Belinda. We kunnen dat niet doen, want nee. we leven het elke dag. Elke dag. En, de, en die verantwoordelijkheid, ook in relaties, heb ik het gevoel dat mist af en toe. Ja. Daar zit geen gelijkwaardigheid in. Ik zou niet een boek moeten uitkiezen voor mijn vriendin om te lezen, zodat zij mij beter begrijpt. Ja. Ik verwacht dat zij mij beter wil begrijpen. Ja. En als ze echt op dit thema het gevoel heeft dat ze meer moet weten, dat ze zelf ja. erachteraan gaat. Ja, en dat vind ik nog wel moeilijk. Take your responsibility. You're in it to win it. You're in it together. Ja, ja <laughs> Maar is, is dat dan iets wat je misschien bij het dateproces misschien nu ook al veel meer opfiltert? Of overkomt het je meer Daarna denk nadenken van: oh, wacht even, hebben we dit, ja, ik heb ben dit wel, al besproken? Ik ben een romanticus in artikel. Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> ik <laughs> word verliefd. Ja. Ik val en ik val en ik val. Ja. En dan denk ik: oh, <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, rewind. Yeah. Dit is de situatie waar ik in zit. Ja, heel mooi om dat, uh, ja, dat te ja. horen. Ja, echt geweldig. Ja. Dus uh, nee, ik heb, ook een, uh, ik heb ook een stukje. Natuurlijk, ten eerste alle afleveringen. Allemaal uh, en alle gasten. Al, hoe anders het ook allemaal was. Dat, uh, maar ik heb wel een stukje die ik heel graag wil recappen. En dat is van uh, uh, nou, mijn best friend, Reno Els. Hey, nou van het uh, de aflevering zwart queer theaterkind dat was echt uh, ik was blij dat omdat ik vaker zijn verhalen hoor dat hij dat ook kon delen zeg maar met uh, ons en again weer really die archival functie van van media maken dat het toch zoiets is weet je dat het er is en dat we niet meer terug kunnen kijken van oh maar dat was er nooit yeah. weet je hoe nou? nee we weten het nu want het is er mm -hmm. gewoon en eigenlijk vond ik het leukste stukje dat hij um, aan het einde na zijn my queer kid dus uh, nou, laten we eerst dat even luisteren. Dat je me, um, ja, dat je me um, hebt uitgenodigd hier naartoe. Want zoals jij al zei, we zijn twaalf jaar bevriend. Jij hebt heel veel van de <laughs> dingen die ik nu heb verteld, heb jij meegemaakt <laughs> ja, van cool. dichtbij. En wat. Like, I don't want to discredit anything I said. Maar het lijkt voor mij ook best wel lastig om als vriend. Zeg maar aan de buitenkant te staan. En constant deze pijn te moeten ervaren ja. van je vriend. En dat je er eigenlijk niks aan kan doen. Nou ja, maar kijk, dat is. Ik, ik, en dat is misschien ook een tip voor de luisteraars. Ik denk als je dit meemaakt met andere mensen die. Kijk, ik ben zelf bruin, dus ik heb mijn eigen vorm van hè, racisme die ik meemaak. Ja. En uh, uh, anti-blackness. En ja, uh, ras, dat, dat heeft een beetje soms een andere invalshoek. Maar um, ik denk dat het vooral helpt. En dat had ik misschien van heel jongs af aan al hadden we het bij elkaar. Dat we niet zeiden van, oh ja, maar ik heb dit. <laughs> ja. Oh, maar ik heb, weet je, maar ik heb dit. Of je moet het zo zien. Ja. Uh, of het kan, weet je, het komt wel goed. Soms is het ook gewoon nodig om gewoon even die persoon gewoon de ruimte te ja. geven om dat te uiten. Om dat, ja. En dat vooral de laatste tijd met mijn activisme hebben we het heel erg over healing en decolonizing. Weet je, dan... Dan werk ik even niet, want jij hebt tijd nodig. Ja. Weet je, dan wacht even die ene afspraak, want er is gewoon dit gebeurd. Um, ik heb niet zoveel geld, maar dat beetje dat we hebben, dat delen we, we gaan iets lekkers eten. Ja. Do that for your friends. Dat is gewoon uh, wat, denk ik, het belangrijkste is, want dan. Dat, dat is wat ze nodig hebben in deze harde wereld. Ja, ik, ik schiet een beetje vol ervan. Uh, ja, maar, nee, ja, ik snap het is, ontzettend wat je bedoelt. We um, moeten er gewoon voor elkaar zijn. En, ja. Maar het ook niet ontkennen van zo erg is het niet. Of het kan altijd erger. Het is zo erg, het is kut, het is vervelend. Het is zo... Uh, ik heb nasi gemaakt, kom, gaan eten. Juist, <laughs> dus je je dat, maar... dat wilde ik zelf ook zeggen. Want het, is, het zit hem uiteindelijk ook gewoon in die kleine dingetjes. Want ja. ik zeg daar net van, uh, het kan misschien een beetje hopeloos van jouw kant ja. voelen omdat je niks kan doen. Maar oprecht zoiets kleins al bijvoorbeeld als je nasi eet. <laughs> het is lekker. <laughs> dat, gewoon een, 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 dat je gewoon even voor me kookt en dat je zegt, weet je wat schat, ga zitten, have some food. Ja. Hier ben je in ieder geval gehoord, weet je. Dus dat, dat stukje was, was heel erg uh, tekenend voor mij van wat vriendschap inhoudt, wat het betekent voor mij. Um, weet je, dat als het soms kut is en niet gaat, want wij queer mensen komen gewoon tegen een hoop dingen aan. Dat er iemand is die naar je luistert en dat ik dat voor hem kon zijn, zeg maar. Dat ja. deed me gewoon heel veel goed. En... Um, Weet je, friendships are also relationships die Precies. complex en ingewikkeld ja. kunnen zijn en bepaalde behoeftes wel en niet. En um, dat heb ik met Reno al, al langer dan twaalf jaar, weet je. En dat heel is speciaal. gewoon, is heel speciaal omdat ik, ja, dat we gewoon nog steeds heel goed zijn. En natuurlijk, <laughs> dan moest ik wel lachen dat hij dat had over mijn nasi. Het is geen nasi, het is fried rice. <laughs> <laughs> maar. <laughs> Ik, ik noem het geen nasi voor dat mensen voor me komen daar. <lacht> like, <lacht> <lacht> dus Fried Rice is hij is. En mijn partner heeft die aflevering... Dus Jay heeft dat geluisterd. En dan zo van... Ja, nu wil ik ook Fried Rice. <laughs> nu wil ik ook. Waarom heb je dat nog niet voor me gemaakt? Dus ik had meteen moeten opbakken. En, en dat is gewoon zo... Ah, family gevoel. Maar even... Oh my god, we gaan echt alle kanten op. Maar ja. ik vind het heel leuk. Dus jouw partner luistert naar Spectrum. Die ja. vond het, hey, het leuk. Hey Jay. Hi baby. Hey, baby. Hi baby. <laughs> Um, ik heb dus tegen mijn partner gezegd: ja. je mag niet luisteren, <laughs> want anders heb ik je zo weinig te vertellen. <laughs> <laughs> want oké, okay, dus hij was, dus, ik heb sinds kort weer een partner en het is super cute en ja. het is super leuk. Um, maar hij kende mij dus al. Mm. Dus hij kende mij maar via al via van dipsaus, van, en... van van voornamelijk van uh, Kickout zwarte piet. Mm, ja. uh, dus hij was bij de demonstratie een jaar geleden <laughs> en toen dacht hij: oh ja, oh, interessante vrouw, bla bla bla. En uiteindelijk Our ways. Door een gemeenschappelijke vriendin eindigden wij met een drankje en de rest is history. Uh, maar goed, dus dan wil ik wat en dan zeg ik: Hé, hey, liever da, 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 en toen dat. En ik ben zo'n leuk boek aan het lezen en, dat ze, en, dan en dan kijkt hij me zo aan en dan zegt hij: Ja, en dit vind je leuk daaraan en dat en dat. En dan zeg ik: No! Oh, I wanna tell you. Yeah. Ik wil gewoon terwijl we aan het eten zijn je vertellen wat ik zo leuk vond van die podcast of wat ik belangrijk of wat nu in mijn leven speelt en dan zegt hij elke keer ja dat was aflevering die en die. No dat hij mij vroeg ja maar Spectrum luister ik wel hè? en zeg ik, ja, dat dan maar. <laughs> Maar I want to tell, tell him yeah. stuff, weet je wel. En dat is gewoon heel lastig als een beetje je hele leven... <laughs> ik ben eigenlijk constant, consistent aan het overshare op, ja. op dipsausafleveringen, afleveringen, weet je wel. En, dat, en hij luistert dat gewoon. Um, dus ik heb eigenlijk een beetje... dus so I tell him what episode to listen to. Welke hij wel niet mag luisteren. Ja, precies. En het liefst uh, vertel ik het hem eerst en dan mag hij weer daarna ja. luisteren. <laughs> Snap je? Dus dan, dan, ja. dan hoort hij het voor de tweede keer in een podcast en dan hoort hij het niet voor de tweede keer. Dan ben ik in person oud nieuws. Nou. Nou. Dus ja, nee, dat is wel. Maar jij hebt dat probleem niet. Nee, probleem. Ik, heb dat, ik heb dat totaal niet. Ik vind oh. het juist heel fijn. Ik vind, ja, ik vind het heel fijn dat hij het luistert, omdat um, hij is ook heel erg analytisch en scherp en kritisch en ik als rambler kan op weet je, moet daar soms ook notitie van nemen. En uh, de, de, het is gewoon fijn, iemand die heel dierbaar is, toch gewoon ja, een soort van feedback mm. kan geven. En kan zeggen. Want ja, ik, ik ga daar. Soms ben ik dan ook. Ja, ik ben soms moeilijk in het ontvangen van feedback. Dus, ja, maar dat is zo en zo. Wat weet <laughs> jij nou van? Nee, jij zit niet achter de microfoon. Oh ja, nee, edit, edit jij dat maar. <laughs> Oké, okay, Jay, you do it. <laughs> nee, hoor. <You> do it. <laughs> nee, hoor, schatje. Ik hou nog steeds heel veel van je. <laughs> maar het is gewoon. Um, ik vind dat heel fijn. Okay. Ik vind het fijn als mensen me feedback daarop geven. Want met feedback hoef je ook niet per se iets te doen. Maar ik, ik bedenk nee, me ook: ja. er zijn ook luisteraars zoals hem. En niet iedereen Precies, luistert ja. zoals ik. Uh, en daarnaar. ik denk, en, en dit is wat ik me ter plekke bedenk. Ik denk ook omdat Jay de doelgroep is. Ja. Uh, mijn uh, hetero partner is niet de doelgroep. Dus nee. ik vind het ook heel vaak. En zijn dus feedback is ook niet gevraagd. Ik vind het, ja, maar, ik vind, <laughs> maar dan zegt hij: ja, ik vond uh, daar en daar had je wat um, dit kunnen vragen. En I feel attacked. <laughs> Echt zero nuance, hè? Zero nuance. It is a attack. This is a threat. And this is problematic. En dan zie je hem echt zo'n beetje glazig kijken. En zei ik, heb, ik heb je mening niet gevraagd. Het is voorheen door vrouw van kleursel. Weet je, dus ik denk dat dat me daar misschien... Ik ben niet... Met... Het, het, het verschil ook... Uh, think, ik, ik denk dat het een verschil is. Hij is niet echt de primaire doelgroep. Ja, ik bedoel, ja, hij is ja, geïnteresseerd ja, ja. in een ander geluid. Ja, veel free ja. to listen. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat wij, gewoon van mannen, wel heel moeilijk... <laughs> ja. Feedback kunnen ontvangen. Dus ook... <laughs> ja. Het mag als je ons ook gewoon een donatie stuurt. Je mag voor 200 euro per maand... <laughs> mag je mijn feedback geven. <laughs> ja. Maar... Wij, ik zou, wij zouden niet van dipsaus zijn zonder dit moment te vieren. Ja. Met. Oh, komt er nu iets... Uh... Wordt nu een fles... Zet. Oh. Champagne. Champagne. oh <laughs> Dus ja. wij vinden alles vieren van... Uh, wij hebben van Anusha geleerd... Alles champagne onder 30 euro is prosecco. <laughs> Ook al staat er champagne op... Um, so I got you really nice. Dan kan je samen met Jay oh. proosten op het hele mooie Ach, thank you. mijlpaal en gewoon genieten van uh, de yes. knieën weer? De, de, even de, even, de en Indian even. matchmaker kijken. Uh, <laughs> Proost op dit mooie moment. moment. <laughs> ja, nee, ik wil, echt, uh, ik wil echt bedanken ook voor dit. Het heeft me, het heeft me zoveel verrijking gebracht, ook met mensen. En ik kijk gewoon zo uit naar de specials en seizoen 2. Ja, en ja. just breaking all these conventions En gewoon giving ja yeah, the queer voices. We need ja. it. We need that. Dus support ons, deel ja. dit met iedereen. Alles, overal. Um, val mensen ermee lastig. Je hebt toestemming. Ja. Je hebt en, <laughs> <laughs> bij deze geven wij consent. Ja, bij deze geven we je consent om mensen ja. met het spectrum lastig te vallen. Um, yeah. deel dit um, hashtag spectrum podcast yeah, uh, everything en um, ja, ze zullen we ook een linkje hebben waar je op kan doneren voor het tweede seizoen, dus yes. uh, hou dat zeker in de gaten. Help ah, ons een paycheck geven. <laughs> <laughs> ja, ik wil een paycheck, alsjeblieft. <laughs> 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 maar um, hey, thanks voor het luisteren. Thanks Mariam. Oh, dankjewel. En yeah, ja, we're still gonna take care of you yes. in Yes. Okay. Bedankt voor het luisteren. We zijn te vinden op de social media's, op Instagram en Twitter. Spectrum, laagstreepje pot. Dus POD, Spectrum, laagstreepje pot. Mail ons met een leuk berichtje. Bijvoorbeeld als je nieuwe mensen wilt, uh, wilt aandragen voor seizoen 2 uh, voor Spectrum podcast op Spectrum Wil je ons helpen? Doneer dan naar Dipsaus. Er komt een link in de show notes. Met jouw donatie support je Spectrum podcast. Dan kunnen we onze gasten vergoeden. En keeping Spectrum en onze queer voices in in the air. En als er wat overblijft, ook een paycheck voor jullie host. <laughs> <laughs> Vergeet het niet, zoals we net zeiden, deze podcast te delen. Vertel alle queers en non-queers vrienden hierover. En ook enemies and everybody. Just, we moeten het relevant houden, mensen. Met Julie, alleen met jullie samen kunnen we dit project voortzetten. And it's so important to do so. Dit was een Dipsaus productie. Ik ben Riaz Love you all en tot de volgende keer.